Maar eerst als altijd, de zondagochtend van, ja, van wie? 65 jaar geleden kwam hij ter wereld in het Brabantse Waalre. In een gezin met twee jongens. Hij was het type ventje dat al jong, stevig in zijn schoenen stond. Een blond mannetje dat later zou veranderen in een punker met geverfd haar. Op school ging alles oké. Hij was een goede leerling, ging voor 9 centienen. Later studeerde hij filosofie, nam actief deel aan de krakersrellen, maar volgde uiteindelijk zijn liefde voor de muziek. Van de piano ging hij over naar de trekharmonica. En vandaar naar dat zeldzame en ook zeldzaam moeilijk te bespelen instrument, de bandoneon. Hij ontdekte dat je daarvoor je hersens in 4 moet delen, anders wordt het niks. De koning van de bandoneon, de Argentijn Astor Piazzolla, werd zijn held en voorbeeld. Het werd al snel een leven in 2 werelden. Aan de ene kant de rust van de pampa van het Noord-Hollandse land en aan de andere kant de globe als werkterrein. 据说荷兰王妃听了他的演奏，流下了激动的热泪。可见他音乐的感染力啊。 Next, Carol Kreinhoff, together with his bandoneon, will bring us into the wonderful world of his music. Please welcome. Tot in China zijn ze weg van die Nederlander met dat bijzondere instrument. Hij veroverde het hart van Tirza Laurens. Hun liefde werd bezegeld met de komst van een tweeling jongens. Intussen rees zijn ster tot grote hoogte. Zo mocht hij in Buenos Aires het podium op in wat toch gezien wordt als het heilige der heiligen van de tangomuziek. Het Teatro Colón, een van de mooiste zalen ter wereld. Hier kijk je echt je ogen uit. Zijn bij ons onstuitbare populariteit dankt hij aan dat ene nummer, Adios Nonino, dat een van de hoogtepunten was tijdens het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Kortom, hij maakte furoren met dat alleringewikkeldste instrument. Begeleidde bijvoorbeeld Treintje Oosterhuis in een van haar mooiste nummers. In een programma voor UNICEF, want de hoofdpersoon van onze zondagochtend heeft het hart zeer op de goede plaats. Als je in mijn ogen kijkt, lijkt de wereld stil te staan. De wind houdt op met waaien en bevroren is de maan. Je bent stralend als de zon, je bent volmaakt en klein. En de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn. En dus wordt dit de zondagochtend van Karel Kreinhoff en zijn Tirza. De mooist denkbare zondagochtend in de Beemster. Hoe vroeg ook, in huize Kreinhoff is al een en al bedrijvigheid. Maateetje? Argentijnse thee dit, hè? Wat ik al 40 jaar drink. Ontbijten met een kop maté, dat hadden we nog niet eerder gezien in deze serie, waarin we het zondagochtendgevoel peilen van prominente landgenoten. Het is een soort arme mensen drinken, want het onderdrukt honger. Dus je kan het in Nederland in gezondheidswinkels kopen om af te vallen. Maar ik vind het heel lekker. Bedrijvigheid, want er wacht, als zo vaak, een zondagse matinee. Voor mij is dit een soort ritueel om 's ochtends even mijn hemdje te strijken. Nou, vaak doe ik het al de avond van tevoren trouwens, maar ik was nu midden in de nacht thuis uit Woerden. Maar ja,
is die ochtend van de zevende dag dan nog wel iets bijzonders. Maar ja, die ochtenden bij ons, dat is een beetje natuurlijk een zootje. Omdat er altijd optredens aankomen. Vaak matinees, hè, op de zondag. Dus dan... Het is niet echt een kwestie van zondagochtend uitgebreid ontbijten en met z'n allen aan tafel. Hemdje strijken belangrijk, hoewel. Het publiek let niet op hoe goed je hemd gestreken is, maar wel op wat je vertelt en hoe je speelt. Maar ja, ik heb ook bijvoorbeeld in Siberië getoerd. Nou, dan maak je niet meer zo druk over gestreken hemden, hoor. Omdat? Nou, omdat het gewoon een beetje overleven is eigenlijk. Met 30 graden onder nul, 40 graden onder nul. Weet je dat ik... dat er weer een vrouw was in Venray. En die had... haar vader had een bandonionnetje. En dat heeft ze me cadeau gedaan. Oh, serieus? Mm. Of een bandonica? Heel kleintje, met heel weinig knopjes. De helft was verdwenen. Ja, precies. En dan had je nog wat aan de ballig? Ik ga je wel even laten zien, je lag je dood. Heb je hem mee? Ja. Kijk, dit heb ik in Venray gekregen. Echt een oudje? Ja. Maar hoe oud is die dan, joh? Ja, die is begin 1900, denk ik, of nog ouder. Een cadeau uit het publiek. En dan zo'n zeldzaam instrument. Die bandoneon won van alle andere instrumenten. Ook van de piano, waarmee hij vanaf zijn 8e in de weer was. Want hij zocht iets anders, maar wel met net zo'n groot bereik als het klavier. Maar op zekere dag hoorde ik een LP... Dat vertel ik ook in de show trouwens, dat was in 1980, van een bandoneonspeler. En ik hoorde dat geluid en het was alsof ik door de bliksem getroffen werd. Dus echt, ik dacht, dat wil ik de rest van mijn leven doen. En dat is natuurlijk heerlijk als je dat overkomt, dat het zo duidelijk is. Maar dat heb ik 4 jaar moeten zoeken, want die instrumenten waren niet meer in Nederland te vinden. En in 1984 ontmoette ik in het Vondelpark, waar ik met mijn trekkermonica zat te spelen... ontmoet ik een Argentijn en die heeft voor mij uit Buenos Aires een bandoneon gehaald. En zo ben ik begonnen. Ja, geweldig. Maar er was nog helemaal niks van muziek bijvoorbeeld. Ik moest alle muziek zelf, van LP's, moest ik op het gehoor opschrijven. Dus het was echt monnikenwerk. Zo werd ik ook genoemd in die tijd door mijn huisgenoten. Van, ik trok me terug in mijn kamer en ik zat daar maandenlang dag en nacht... van de LP nootjes op te schrijven en proberen mee te spelen... Nou, ik was er niet eens mee bezig of ik er wel mijn beroep van zou kunnen maken. Ik vond het gewoon zo mooi om te doen. Dus het was een soort hobby die totaal uit de hand liep. En op zekere dag komt de grote Astor Piazzolla. Die komt optreden in de Meervaart, waar we zo direct gaan optreden. En de manager van Piazzolla belt ons op. Van, hey luister, Astor heeft een probleem met zijn bandoneon. Wil je de jouwe aan hem uitlenen? Dus ik ga naar een hotel in Amsterdam... om mijn bandoneon uit te lenen. De grote Astor Piazzolla. En die zegt, jongen, ga zitten en speel wat voor me. En ik speel voor hem. En hij zegt, jij bent helemaal knettergek. Hoe kan het dat jij een bandoneon hebt zoals wij? En je speelt tango zoals een Argentijn. Ik ga jou uitnodigen. Een half jaar later zat ik 3 maanden in New York. In een prachtige musical of Broadway. Muziek van Piazzolla te spelen. Dat was echt een droom. De zondagochtend is natuurlijk wel een uitgelezen moment voor kleine reparaties. Want vind maar eens iemand die dat bij zo'n zeldzaam instrument voor je kan doen. Moet je voorstellen dat vroeger ging ik naar Argentinië om een bandoneon te laten stemmen. Dat was natuurlijk niet te doen. Ooit moest Karel lange tijd ofwel naar Parijs of naar het Duitse Oldenburg om überhaupt een stemmer te vinden. Nu is er gelukkig 1 in de buurt. Thank you.
Buiten wacht de 83-jarige schoonpapa Charles. Hij woont bij de Kraaienhofs. En heeft iets in petto voor Karel, want er is een nieuwe bewoner. Zo? Je hebt hem nog. Ja, hij komt van Tiba. Oh. Tiba had hem ook. Grote zeg, jeetje. Moet je kijken hoe mooi die is. Ja, prachtig. Grote poten. Eens kijken. Hij is een half jaar oud. Zo. Geweldig, hè? Maar hij krijgt wel 6 of 8 hennen om. Nee, 8 hennen. Zo. Dus die krijgt de druk. Ik had altijd verwacht een schoonzoon te krijgen die een beetje handig was. Want ik ben zelf onhandig, ik kan niks. Ja, toen kwam er een muzikant. Maar het heeft wel zijn voordelen, hoor. Toch wel, hoor. En ik ben er heel blij mee. En zeker zoals we hier samen onder één dak wonen. Dat is, schijnt uniek te zijn. Dus, en hij kon goed met zijn schoonmoeder overweg. Toen ik hier kwam, dacht hij, oh, mijn dochter gaat met een soort artiest. Natuurlijk helemaal geen inkomen. Maar hij is heel koningsgezind. Dus du moment dat Maxima zelf en Willem-Alexander hier over de vloer kwamen, toen stond mijn schoonvader wel te huilen daar in de tuin. Nee. Te huilen vind ik overdreven. Okay. Ik vond, een traantje met een zakdoekje. Ik vond het prachtig. Ja. Hoe zat het ook weer met het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima? Het prinselijke paar wil graag die tango Adios Nonino op hun huwelijk tegen horen brengen. Maar we weten niet of er een bandoneonspeler in Nederland is. Maar we willen heel graag daar een bandoneon bij. Ken je iemand die dat speelt? Nou, dat was te snel geregeld. Het was al bekend dat het Adios Nonino moest worden. Ja, het was Adios Nonino. Ja. Dus we hadden al een soort arrangement in gedachten. En toen was de vraag natuurlijk, kunnen we dat komen luisteren? En Willem-Alexander had geen tijd, maar Maxima wel. Dus toen kwam het idee dat ze dan hier zou komen met twee begeleiders. En dat was dus echt een heel, heel bijzondere dag. Dat was echt zo fantastisch. Ze kwamen hier aan en haar begeleiders moesten natuurlijk even kijken waar hier de uitgangen waren en de toegangen. En toen trokken ze zich terug bij mijn schoonouders. Wat ook heel leuk was, een van hun was, weet je nog, een Indische politieman. Ja, die kwam uit hetzelfde eiland waar ik geboren ben. Ja, echt waar? Van Sulawesi? Sulawesi, ja. Weet je nog wat zo bijzonder was over dat arrangement? Dat Maxima heel precies wist welke instrumenten ze wilde op welk moment. Ja, ze was heel... Kijk, Maxima was natuurlijk uiteraard heel bezorgd over... Ze was helemaal nieuw in dit land. En ze was natuurlijk ze is van katholieke huizen. Willem-Alexander niet. Dus het zou een ecumenische dienst worden. En ze maakte zich wel bezorgd over de gevoelens bij de Nederlandse bevolking over zo'n soort dienst, waar ook Ave Maria tegen horen werd gebracht. En ze dacht, ja, dan kom ik aan met een tango in de kerk. Dus hoe gaan we dat wat lieflijker verpakken? Nou wisten de Nederlanders natuurlijk niet hoe puur en mooi die bandoneon klinkt, als een soort harmonium. Het klinkt eigenlijk een beetje kerkelijk en plechtig. Dus dat was al een groot voordeel. Het is heel muzikaal. Want ze zei, ik zou heel graag hebben dat het begint met een bandoneon solo. Dat karakteristieke instrument van Argentinië, van de tango. Dat het een minuut lang een bandoneon solo zou klinken. Dat dan het orkest zou invallen en tenslotte het koor. Nou, zo is het dus geworden. Tirza en ik symboliseren voor hun het meest gelukkige moment in hun leven van het ultieme ja-woord in de kerk, in de nieuwe kerk in Amsterdam. Dus elke keer als we elkaar zien, ja, dan worden we allebei herinnerd aan die dagen, hè, die zo mooi waren. Dat is voor ons ook, hè? We hebben het vaak over ons huwelijk. Ja. We zijn al jaren samen, maar ons huwelijk was 2002. Wat zo mooi was,
Willem-Alexander natuurlijk zo verliefd op Maxima, maar ook op die taal, die Spaanse taal en die humor van die Argentijnen. En wij, voor ons gevoel, stonden er precies tussenin, want wij reisden al decennia lang af en aan naar Argentinië. Wij spreken Spaans, dus wij stonden precies tussen hun in die zin. Hè? Ja. Dus zij wilden ook alles weten over die humor en al die gewoontes en die mate drinken en al die gekke dingen ja. van de Argentijnen. Ja, dat was een heel mooi ontroerend bezoek toen. En dan roept de plicht. Vandaag een optreden niet al te ver weg in het Amsterdamse theater De Meervaart. Kijk, ik heb hier dus een huisje voor de bonbonnions, zodat ze niet te koud worden in de winter. Dus hier zit ook weer een ventilatortje in, want er komt er warmte uit de cabine hierin. Want als die bonbonnions koud worden, dan gaan ze ontstemmen. Dan kunnen we weer van vooraf aan beginnen. Ja, deze maanden zijn heel erg intensief. Want naast mijn eigen tangokwartet, waar ik zo mee ga optreden, het is de voorstelling Karel viert de tango, speel ik ook met Marietta Petkova, Bulgaarse concertpianiste. Spelen we klassiek programma, De Hand van de Beer. En ik speel natuurlijk met het Matangi kwartet. Daar hebben we net een cd mee gemaakt, Beethoven versus Piazzolla. En we gaan nu een nieuw programma maken, daar hebben we al de eerste voorstelling mee gespeeld. En dat heet Maestro Morricone. En dan spelen we dus veel muziek, onder andere van Morricone. En daar gaan we ook mee optreden op 17 december in de Sint-Jans-Basiliek in Laren. En dat is een benefiet ten bate van het Maxima Kinderziekenhuis. Naast de uitgebreide tournee die Karel Kruinhof maakt door heel het land is er één zeer uitzonderlijk optreden van Karel met het Matangi-kwartet. Op zondagavond 17 december in de Sint-Jans-Basiliek in Laren, een benefietavond waarvan de totale opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum, het ziekenhuis en onderzoekscentrum, gespecialiseerd in kinderoncologie. De cheque met de opbrengst van die avond wordt opgehaald door Jeroen van Veen. Hij verloor zijn zoontje Casper toen hij 4 jaar was. Het altijd vrolijke ventje met die karakteristieke rode krullen overleed aan een hersentumor. Sindsdien loopt zijn vader Jeroen al een jaar lang elke dag waarop dat kan zo'n 10 kilometer om geld op te halen voor het Maxima. Een sponsorloop zonder end. Hij haalt ook substantiële bedragen binnen door aan bedrijven een plekje te verkopen op zijn hardloopshirt. Dat alleen al. En Kraaienhof met het Matangi-kwartet maakt die 17e december een avond om niet te willen missen. Ik heb al vaker voor het Maxima Kinderziekenhuis gespeeld. Kijk, daar worden kinderen behandeld met kanker, met hersentumoren. En het is heel ontroerend om te zien hoe hard daar ook in het ziekenhuis gewerkt wordt aan research. Hoe dat te voorkomen, hoe het te genezen, hoe het verder kan met die kinderen. Ook om te zorgen dat de tijd dat ze in het ziekenhuis zijn, dat ze daar toch het gevoel hebben dat ze thuis zijn.